Maar dat vond ik wel heel speciaal, moet ik zeggen. Had ik niet verwacht van mezelf, dat het zo speciaal zou zijn. 100 jaar, 100 jaar. Een mijlpaal. Hè? Dat is een mijlpaal, hè? Dit is Maasduinen Centraal. Omdat we op werkbezoek waren en toen we hier stonden, hebben we gezegd, maar we hebben een cadeautje bij ons en dat cadeautje is een fonteintje vanwege het 100-jarige bestaan. Voor 100 jaar bakkerij van de Berg. Oh, ik dacht dat het altijd voor Bergen was. Maar dat is voor de hele gemeente. Oh. Elk bol staat voor een dorp. Dus jullie moeten jezelf erin herkennen. Met dank voor alles wat jullie gedaan hebben. En wat jullie vandaag de dag nog steeds doen, ook voor het hele dorp. En we gaan het neerzetten. Ik heb geen idee. Op een nachtkaarsje? Nou, ik denk dat ik maar eens even in de winkel zat voorlopig even. Denk je wel niet? Dat is wel een goed idee. Wat dat betekent zo verschrikkelijk veel. Dat zijn mensen die staan zo midden in die samenleving. Die zijn natuurlijk als ondernemer voor haar boterham aan het werken. Maar daarentegen zijn ze ook voor iedere vereniging, voor iedere activiteit in Alphen. Zijn ze aanspreekbaar, zetten ze zichzelf in. Zonder daar zelf ook alleen maar beter van te worden. Maar gewoon ook omdat ze het fijn vinden dat in Alphen die leefbaarheid gewoon hoog in het vaandel staat en dat we het met z'n allen doen. 100 jaar bestaan, komt eraan. Jullie gaan het met het dorp vieren. Ja, dat is de bedoeling. Wat gaan jullie doen? Heel toepasselijk willen we een ontbijt aanbieden aan alle klanten, vrienden, kennissen enzovoorts. Ja, ook met het motto van 100 jaar Bakkerij van den Berg, 100 jaar zijn die mensen ook klant. Er zijn er zelfs bij die misschien wel 90 jaar klant zijn. Ja. Dus dat is ook de reden waarom we het willen doen. Ja, we zijn er ook dankbaar voor dat ze altijd bij ons ook gesteund hebben. Net zo goed als wij voor hun klaargestaan en hebben ze ons ook gesteund. Wat is voor u de grootste verandering in die 100 jaar geweest? Ja, voor ons is de grote verandering geweest. Kijk, toen ik het begin begon, was het assortiment niet zo groot. En het assortiment is enorm gegroeid, maar dat komt ook door onszelf, door de passie die je hebt voor het vak. En dat maakt ook dat het vak zo leuk is. Het wordt niet saai, dat is altijd wel iets. En ook al ben ik dan wat ouder nou, ik ben toch nog steeds bezig om nieuwe dingen te maken. En die verandering die is in de laatste 20 jaar vrij hard gegaan tegenover het begin. Ja. Ja. En allerlaatste vraag, wat vind je nou zelf het allerlekkerste wat hier uit de bakkerij komt? Nou, dat is heel moeilijk te beantwoorden, want ik lus alles. Ja, eerlijk is eerlijk. Fonteintje verdiend? Fonteintje op en top verdiend. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.